Voor Milan is kerst geen gezellige tijd. Zolang ik mij nog kan herinneren, heb ik thuis een zorgrol op me moeten nemen. Op mijn 17e ben ik uit huis geplaatst en ben ik op een woonzorggroep terechtgekomen. Mijn eerste kerst daar weet ik nog heel erg goed. Iedereen ging naar huis en ik bleef achter met twee jongeren, een kale kerstboom en een zak chips. Dat moet toch anders kunnen?